Cornet, brouw- en rijpingsproces. Het brouw- en rijpingsproces van Cornet duurt 7 weken. Speciaal geselecteerd gerstemout wordt eerst geschroot. In de beslagkuip wordt er een dun beslag gevormd door het moutmeel met warm water te mengen. Zo kan het zetmeel in wortsuikers worden omgezet. De wortfilter haalt vervolgens het kaf en onopgeloste deeltjes uit ons brouwsel. En in de kookketel wordt er hop toegevoegd tegen bacteriegroei. Daarna scheidt de Whirlpool het heldere wort van de eiwitvlokken. Tijdens de hoofdgisting van 7 dagen zetten hoge gistingcellen suikers om in alcohol en koolzuurgas. Daarna volgt een warme rijping van 1 week op eikenhout. Hierbij worden getooste snippers Amerikaans eikenhout toegevoegd. Dit vers hout zorgt ervoor dat er extra aroma's, zoals vanille, vrijkomen. De juiste combinatie van de houtsoort, de dosering en de toasting van het hout zijn belangrijk voor de uiteindelijke smaak van het bier. Na 3 weken lagering aan een temperatuur van min 1 graden Celsius wordt het bier gebotteld en zal het nog 2 weken hergisten in de fles. Deze hergisting op fles zorgt voor een extra fijne parling. Tijdens elke stap van het brouw- en rijpingsproces zorgen onze brouwmeesters voor de kwaliteitscontrole. Het zijn immers hun smaakpapillen die beslissen wanneer het bier zijn specifieke smaak heeft bereikt. Cornet, vakmanschap op zich.